aan. Ik zit aan de vleugelkant. En ik kan door de volle maan, kan ik de wolken onder mij zien. Is het te donker, zie ik. Het is toch mooi om het te zien. Vanuit het vliegtuig, oh mooi. Filmen.
erachter dat bij de wings de vleugels zitten niet zo'n goed idee is. Dus dat is jammer. Ik heb geen streepjes meer gezien. Andere vliegtuigen bedoel ik. Het zou leuk zijn om eentje hier van bovenuit te spotten. Normaal doe ik het van ja, de aarde. Mooi hè? Wonderbaarlijk. Zo hoog in de luchtruim ben. Het is wel duidelijk dat je in het Europese luchtruim zit. Want je ziet inderdaad de strepen vanuit Suriname zie je niet zoveel streepjes. We hebben niet zo'n grote lucht vliegverkeer. Dus we gaan weer de andere kant op een stukje filmen. En dan ja, is dat mijn uitzicht. We hebben nog ongeveer een uur te vliegen. Dan zijn we er. Net wat ik zei. Dit is dan weer de andere. Ik zit echt precies tussen de linker en rechterkant van de vleugels. Dus ik ga niet veel zien. Dat is wel mooi. Hopelijk dat ik zeg maar hoog de vleugel en wolken kan zien thuis. Te onderscheiden is en dat zie ik thuis wel. Mooie vlucht gehad, geen turbulentie, perfecte stijging. En nu gaan we voor de landing. Het is een ander vliegtuig, anders dan wat we normaal gewend zijn van SLM, maar dit is een Euro. Atlantic, geloof ik, liner. Nee, Euro Atlantic Air, zoiets. Ik film het waarschijnlijk zo meteen als ik het zie. Heel gek. Ik heb het niet kunnen filmen op Zanderij. Voor het niet zo belangrijk. Maar ja, achteraf nu dacht ik van, ja, had je moeten doen. Oké. Hopelijk als ik op Schiphol zit, ben gearriveerd. Dat ik hem toch even kan zien en filmen. Oh ja, hij heet Atlantic Airways. Zo. Zo, dit is niet daar. Nu hangen.
bijna de drukte begint. Even een look around in de vliegtuig. Thank you.
daar, de blauwe. Prachtig. Oh.